Wekelijks leest onze columnist Vincent Kantrijn zijn werk voor in ons radioprogramma Studio De Streek. Vanavond presenteert hij zijn column live, dus geef hem een hartelijk applaus. De titel van mijn column is Samen. 2018 was voor een columnist een geweldig jaar. Never a dull moment in stad en streek. Daar zorgden de verkiezingen voor de gemeenteraad wel voor. En anders de collegeonderhandelingen wel. In Heumen en Nijmegen werden winnende partijen door voormalige coalitiegenoten overtoept en vielen buiten het college. Hartelijk dank voor de samenwerking. Ook deze keer werd beloofd de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. En dat is weer niet gelukt. Jullie luisteren niet, is een veelgehoorde klacht over de politiek. Ze luisteren wel, maar de meerderheid kiest voor iets anders. Zo is ons democratisch stelsel. Dat leidt in steeds sterkere mate tot polarisatie en onverdraagzaamheid. In Carillon bij het kasteel van Wijchen, de Graafse weg in Nijmegen versmallen, windmolens bij Overasselt, watervilla's bij Lent, autohaters of fietsfanaten, allemaal goed voor boze ingezonden stukken en verhitte debatten op internet. Zelfs een voor de donjon positief verlopen referendum zorgde 12 jaar lang voor een splijtswam in politieke en publieke opinie, met uiteindelijk een euforisch gevoel bij de oorspronkelijke tegenstanders die toch hun zin kregen. Ieder heeft het recht op zijn eigen probleem. Maar soms snap ik de wereld niet meer. Want ik vind het krankjorum dat de gemeente Bergendal een heuse mediator moet aanstellen om een volksopstand op te lossen rondom de aanleg van een wipkip en een klimtoestel op een grasveld in het centrum van Groesbeek. Als zo'n strijd als een belangrijke zingeving van het leven wordt beschouwd, dan schort er duidelijk iets aan het besef hoe goed het leven in Groesbeek is. Ook al hebben ze daar een kutkeeper. De brief die de burgemeester van Beuningen in mei aan de raad schreef, kan zonder moeite voor andere gemeenteraden gekopieerd worden. Ze schreef, wat ik al langer vind, jullie neuzelen te veel en de echte problemen worden niet opgelost. De Nijmeegse Raad bestaat na de verkiezingen voor het grootste deel uit bollebozen op minimaal hbo-niveau. Die bollebozen hebben het nog steeds niet voor elkaar gekregen om de bus uit de Burgstraat te krijgen. Daarvoor is dus minimaal een universitaire opleiding vereist. Maar wat ik nog veel erger vind, is het feit dat ik nu al voor de zoveelste keer op rij op het einde van het jaar moet constateren dat er nog steeds 0,0 niks voortgang te bespeuren is in de realisatie van de scheve huizen bij de Wezenhof en Ressen. Dit moet toch onderhand tot collectieve, plaatsvervangende schaamte leiden in de raad. Nee, neuzelen over dakpannen voor de huismuts. Toch blijf ik positief gestemd over de toekomst. Ik neem een besluit van de gemeente Heumen in het afgelopen jaar als lichtend voorbeeld. Daar is het contract met dorpsdichter Marjolein Pieks verlengd, omdat haar gedichten werken als een verbindend element tussen 4 dorpen in 1 gemeente. Dat is een hoopvolle boodschap in deze barre tijden. Het doet me denken aan een prachtig lied over Nijmegen dat Huug Duin ooit heeft gecomponeerd. Samen met jou in deze stad. Het lied is meer dan 20 jaar oud, maar nog steeds actueel. Een mooie opgave voor iedereen in 2019. Niks, geen polarisatie en onverdraagzaamheid. Samen. Dank u wel. Thank you.